Ja, ik ben voor degene die ik ben Jeroen Klompen. Ik ben akkerbouwer in de Hoekse Waard. En ik ben mede-initiatiefnemer van Soil Impact. Impact maken met de bodem. En we weten allemaal dat de bodem hard op zijn retour is. En wij zijn er binnen ons bedrijf diep van overtuigd dat de bodem een bijdrage kan gaan leveren aan grote maatschappelijke vraagstukken. Energie, ecosysteemdiensten, biodiversiteit, toerisme, maar ook gezond voedsel. We kennen allemaal de problemen met obesitas en diabetes. En als we weer voedsel gaan telen op een gezonde bodem, kunnen we daarmee een bijdrage leveren aan misschien wel de apotheek van de toekomst, is een uitspraak die ik laatst heb gehoord. Maar ook een bodem in balans is in staat om CO2 te binden. Als we bijvoorbeeld een systeem gaan toepassen van een cash crop, dus 6 maanden op een jaar een gewas telen. Vervolgens hebben we na de oogst een periode waarin we extra organisch stof kunnen toevoegen in de vorm van GFT, compost, gewasresten, om het organisch stofgehalte te verhogen. En we zaaien daarna een cover crop in. Dat kan een gewasmix zijn van misschien wel 12, 15 verschillende soorten die allemaal een bijdrage leveren aan de bodem. Dan hebben we de mogelijkheid om een negatieve CO2-balans om te turnen in een positieve CO2-balans. En kunnen we dus een dienst gaan bieden aan de overheid of aan bedrijven die CO2 uitstoten. En dan las ik afgelopen zaterdag in de krant dat iedereen is bezig met appen, met e-mailen, met internetten, met data opslaan in de cloud. En de hoeveelheid datacenters in Nederland, het zijn er op dit moment 209, die exploderen bijna in capaciteit. Maar wat mij verbaast is dat ze op dit moment meer CO2 uitstoten dan het vliegverkeer. En dat wist ik niet, omdat er zoveel energie bij vrijkomt bij ieder e-mailtje of ieder appje wat gestuurd wordt. En de vraag die ik eigenlijk wilde stellen, kunnen wij met dergelijke sectoren green deals gaan sluiten om onze CO2-absorptie met hun CO2-uitstoot te verbinden in combinatie met gezond voedsel? En mijn vraag is, wat moet er allemaal gebeuren op het gebied van regelgeving, op het gebied van benchmarks, op het gebied van monitoren, om dergelijke deals te gaan maken, dat we impact kunnen gaan maken met de bodem? En daarvoor wil ik eigenlijk iedereen uitnodigen die daar inspiratie toe heeft van, help ons!